Je zweert dat je je telefoon hoort trillen. En als je hem pakt, niks. Geen gemiste oproep, geen berichtje. Hoe kan dat? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Hoe komt het nou dat ik zo overtuigd ben dat ik die telefoon hoort trillen? Dat heeft alles te maken met de manier waarop jij en ik waarnemen. Grofweg kan je dat in twee delen opdelen. Het eerste deel, dat heet bottom-up waarnemen. Informatie gaat vanuit je zintuigen naar je hersenen toe. Als ik jou hier zo zie staan, dan valt dat beeld op mijn netvlies. Daar zitten zenuwcellen, die pakken dat beeld op. Geven een signaal door via mijn oogzenuw naar de visuele hersenschors. En dan zie ik jou. Maar wat veel mensen intuïtief niet merken en wat net zo belangrijk is bij het waarnemen, dat heet top-down waarnemen. En dat is het aanvullen van informatie vanuit je hersenen zelf. Je hersenen zijn continu en heel actief bezig met het aanvullen van de informatie over de wereld om je heen. Informatie uit je geheugen, uit eerdere ervaringen, uit emoties die je op dat moment voelt. En tezamen die top-down en die bottom-up informatie, die vormen je waarneming. Ik ben dus eigenlijk letterlijk vanuit mijn hersenen aan het waarnemen. Oh zeker, ja. Alleen dat waarnemen uit je hersenen gaat zo snel en onbewust dat je het vaak niet zo merkt. Gelukkig zijn er wel een paar kleine experimenten waarmee je dat toch een beetje tastbaar kan maken. Wat ik je wil vragen is om daar naar te kijken. Ja. Goed te luisteren en goed te kijken. Wat hoor en zie je? Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Oké. En nu? Baba, baba, baba. Dada, dada, dada. Heel duidelijk gehoord en toch klopt het niet. Want eigenlijk heb je telkens hetzelfde fragmentje gehoord. Baba, baba, baba. En het is puur op basis van wat je hersenen aanvullen, op basis van de mondbewegingen die je ziet, dat het lijkt alsof je de hele tijd een ander geluid hoort. Dus als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik wel gewoon baba, baba. Ja, dat McGurk-experiment is op die manier een hele mooie manier om tastbaar te maken hoe die top-down waarneming, dat aanvullen vanuit je hersenen, hoe dat werkt. En wat heb ik daar nou aan dat mijn hersenen dat doen voor mij? Nou, heel veel. Je kan bijvoorbeeld iemand in een lawaaierige kroeg toch nog goed verstaan. En maak je hersenen daar ook fouten bij af en toe? Ja, en dat noem je dan hallucineren. Dat is dan ook precies wat er gebeurt met die telefoon waar we het zo net over hadden. Vaak gebeurt het ook op momenten dat je een berichtje verwacht. Je hersenen zijn dan heel erg ingesteld op het ontvangen van een berichtje. En dan is er maar heel weinig of zelfs helemaal niks voor nodig om dan toch daadwerkelijk een telefoon te voelen of horen trillen. Nou is zo'n telefoon die wel of niet trilt natuurlijk niet zo erg, maar zijn er ook grotere fouten die je hersenen kunnen maken? Ja, dat kan. Kijk, meestal zoals bij die telefoon, dan corrigeren je hersenen het gelijk, want je ziet, ik heb geen berichtje. Maar soms kunnen je hersenen dat corrigeren niet meer zo goed. En dan zie je of hoor je dingen veel langer die er dan niet in de omgeving zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson, bij het hebben van een psychose, of als mensen slechthorend zijn. Die horen bijvoorbeeld de hele dag door het Wilhelmus, gezongen door een kinderkoor. Of ze zien een familie zitten in hun woonkamer. Of ze horen de hele dag door een stem die alles becommentarieert wat ze doen. Het lijkt me echt verschrikkelijk. We kunnen dat laatste een beetje nabootsen. Kijk maar eventjes naar de kijkers. Ja. En ik wil dat je ze vertelt wat je dit weekend hebt gedaan. Oké. Ik ben bij een vriendin geweest en die was op een verjaardag. Ik was op een verjaardag. We hebben een taart gegeten. Er zit allemaal haar in je gezicht. Ze is de mensen hier in de studio 34 jaar geworden. Raar. De kijkers thuis ook. De verjaardag 34 was in Amsterdam. Serieus, Evelien. Dit is echt niet te doen. Ja. Op deze manier kan je een beetje voorstellen hoe dat voor iemand moet zijn die de hele dag door stemmen hoort. Nou, vergeleken hierbij valt zo'n telefoon natuurlijk wel mee. Ja, maar het is wel belangrijk dat we ook dat soort fenomenen goed leren begrijpen. Zodat we dan uiteindelijk de hallucinaties zo goed begrijpen dat we ook de mensen die er veel last van hebben zo goed mogelijk kunnen behandelen. Dit is dus waarom je hersenen denken dat je telefoon trilt terwijl dat niet zo is. Dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.